Maatschappij 2. Analyse maatschappelijk vraagstuk. Hoofdstuk 1. Maatschappelijke problemen. In Nederland zijn de meeste mensen gelukkig en leiden een goed leven. Dat betekent echter niet dat Nederland perfect is. Er zijn natuurlijk ook gewoon problemen in Nederland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan armoede, of immigratie, of drugsgebruik. Natuurlijk is het andere examenonderwerp, criminaliteit, ook een maatschappelijk probleem. Een maatschappelijk probleem heeft een aantal kenmerken. Kenmerk 1. Het gaat om een sociaal probleem. Dit wil zeggen dat het een situatie of gebeurtenis is die door veel mensen wordt afgekeurd. Als één of twee personen het een probleem vinden, maakt het dus nog geen maatschappelijk probleem. Het tweede kenmerk is dat er verschillende meningen over zijn. Nou is dit natuurlijk niet zo moeilijk, want bijna overal zijn er verschillende meningen over. Het moet wel gaan om een probleem dat niet snel is op te lossen. Denk daarbij bijvoorbeeld over het vraagstuk over euthanasie. Christelijke partijen zijn vaak tegen euthanasie. Terwijl er ook een hele groep mensen is die het gewoon wat minder erg vinden. En eigenlijk vinden dat wat je eigen beslissing is. Er zijn dus altijd verschillende meningen over een maatschappelijk probleem. Het derde kenmerk is dat het ook een politiek probleem is. Het probleem moet door de overheid worden opgelost. En het vierde kenmerk is het probleem krijgt aandacht van de media. Doordat de media er aandacht aan besteden, komt het uiteindelijk ook op de politieke agenda en vormen mensen er een mening over. Nog even alles op een rijtje. De vier kenmerken dus. Het is een sociaal probleem, dus een situatie die onwenselijk is en of die veel mensen in strijd vinden met bepaalde waarden en of normen. Tweede kenmerk, er bestaan meestal verschillende meningen over de oplossing van het probleem. Het derde kenmerk, het moet gaan om een probleem dat door middel van gezamenlijke actie of door de politiek kan worden opgelost. En het vierde kenmerk, het vraagstuk krijgt de aandacht van de media en het krijgt daardoor de aandacht van de publieke opinie en de overheid. Dit zijn de vier kenmerken van een maatschappelijk probleem. Bij het analyse maatschappelijk vraagstuk komen we ook een aantal kernbegrippen tegen. Normen en waarden komen heel vaak terug. Normen zijn opvattingen over hoe je je volgens een bepaalde waarde behoort te gedragen, terwijl waarden uitgangspunten of principes zijn die we belangrijk vinden om na te streven. Verder kom je ook het begrip gezag vaak tegen. Het gaat hier om het bevoegd gezag, dus mensen die beslissingen mogen nemen en uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de politie. Het woord belang komt ook erg vaak terug. Iedereen heeft ergens belang bij, dus wat is in jouw voordeel of in het voordeel van de groep waar je bij hoort. En het gaat ook om macht. Want jouw machtspositie bepaalt voor een groot deel jouw invloed. Daarnaast zijn er ook machtsmiddelen om invloed uit te oefenen. Nou, dat zijn kennis, geld, toegang tot de media, de macht van het getal, je functie of beroep. Een automonteur heeft bijvoorbeeld naar verhouding minder invloed dan bijvoorbeeld een arts. Dat heeft je overtuigingskracht, dus hoe makkelijk kun jij anderen overtuigen van jouw gelijk. Je charisma, oftewel je uitstraling. Sommige vaardigheden zijn erg handig. En het aanzien dat je hebt. Als jij een hoge positie hebt en je wordt door veel mensen als heel deskundig beschouwd, dan heb je veel aanzien en zul je ook sneller worden gehoord. Maar wat is waar en wat is niet waar? Is ook een belangrijk onderdeel bij een maatschappelijk vraagstuk. Want je krijgt allerlei nieuws vanuit de media. Een journalist hoort altijd hoor en wederhoor toe te passen. Je hoort alles van twee kanten te laten zien. Je hoort ook de bronnen te vermelden, dus waar komt het bericht vandaan? En je moet een
onderscheid maken tussen feiten en meningen. Subjectiviteit. Alle nieuws door een journalist is onderhevig aan eigen voorkeur en sympathie. Er zit dus altijd een beetje van de journalist in. Dat is nooit helemaal te verbergen. Het wordt pas een probleem wanneer media bewust informatie wijzigen of achterhouden. Als ze het wijzigen, spreken we over manipulatie, en houden ze het achter, of ze wijzigen het ten voordele, is het propaganda. Het wegstrepen van informatie noem je censuur. Tegenwoordig komt ook heel veel informatie van internet af. Maar hoe betrouwbaar is internet eigenlijk als het gaat om de informatie? Ten eerste moet je weten dat op het internet niet alleen professionele journalisten iets neerzetten die netjes hun bronnen vermelden, hoor en wederhoor toepassen enzovoort. Nee, iedereen kan nieuws toevoegen. Denk maar aan bijvoorbeeld Twitter, waar iedereen gewoon nieuws aan kan toevoegen. Het nadeel hiervan is dat nieuws vaak eenzijdig is. De andere kant wordt niet belicht of nauwelijks belicht. Er wordt geen hoor en wederhoor toegepast. En nieuws is dan ook vaker gekleurd.